Welkom allemaal, goedemiddag. Mijn naam is Roshni Kolstee, ik werk bij VAROS, het expertisecentrum gezondheidsverschillen. En samen met mede-organisator KIS, dat is het kennisplatform Inclusieve Samenleving, organiseren wij dit webinar over discriminatie in de zorg. En wij zijn zeer verheugd dat vandaag ook de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme bij ons is. Dat is de heer Rabin Baldeusing. Rabin, van harte welkom en ik spreek jou straks over jouw ambities met betrekking tot discriminatie en ook discriminatie in de zorg. Voordat ik verder ga met het programma, wil ik eerst een aantal praktische mededelingen doen. Ik wil jullie vragen om jullie microfoon op stil te zetten. De meeste van jullie weten dat we dit webinar opnemen en mocht je dus niet in beeld willen, dan verzoek ik je om je camera uit te zetten. Je kunt gebruik maken van de chat. Je kunt daar je vragen en opmerkingen in plaatsen. We hebben twee collega's die actief meedoen met de chat en jullie eventueel jullie vragen kunnen beantwoorden. Dat is Amma Asante van KIS en Tessa van Loenen van VAROS. En ik wil jullie meegeven dat de PowerPoint-presentatie wordt nagestuurd. Nou, voordat we naar het gesprek gaan met de Nationaal Coördinator, wil ik eerst nog een paar dingen vertellen over discriminatie, een paar uitgangspunten. Discriminatie is het ongelijk en onrechtvaardig behandelen van personen op basis van fysieke kenmerken of de groep waartoe zij behoren. En het SCP heeft aangegeven dat 1 op de 4 personen discriminatie ervaart. En 55% van de mensen met een migratieachtergrond ervaart discriminatie ten opzichte van 22% van de mensen zonder een migratieachtergrond. En ook moslims, jongeren, de LHBTQ+ groep en mensen met een beperking zijn oververtegenwoordigd in de ervaringen met discriminatie. Zoals jullie weten gaan we straks twee onderzoeken presenteren. En zowel VAROS als KIS hebben het onderzoek gericht op grond van discriminatie. Dat wordt ervaren op grond van etniciteit, huidskleur en religie. Maar er zijn meer gronden, zoals seksen, leeftijd, seksuele geaardheid en een handicap. En er zijn ook verschillende domeinen waarin je discriminatie kan ervaren. Denk aan de arbeidsmarkt, het onderwijs, maar ook tijdens het uitgaan. En dan wil ik jullie meenemen in het verschil tussen institutionele discriminatie en individuele discriminatie. Bij individuele discriminatie gaat het over het discrimineren tussen personen. Bijvoorbeeld dat er ongevoelige opmerkingen worden gemaakt, er een negatieve bejegening is of er sprake van uitsluiting. En bij institutionele discriminatie werken wet en regelgeving en procedures in een organisatie een ongelijke behandeling van mensen in de hand. Denk bijvoorbeeld aan het institutioneel racisme onlangs bij de politie of tijdens de toeslagenaffaire. Dan wil ik het verschil maken tussen expliciet en impliciete discriminatie. Als men zich bewust is van de eigen vooroordelen en deze inzet, is er sprake van expliciete discriminatie. Dergelijke opmerkingen zijn vaak uitgesproken. En iedereen snapt in het algemeen dat het gaat om een discriminerende opmerking. Maar we spreken van impliciete discriminatie als een opmerking of houding wat subtieler is. Of minder duidelijk, of dat er minder duidelijk is dat er gediscrimineerd wordt. Maar wat belangrijk is om te weten bij dit punt van impliciet en expliciet, is dat het voor de gevolgen niet uitmaakt wat de intentie is. Of dit nou onbedoeld of bedoeld was, het heeft effect op iemands gezondheid en welbevinden. En tenslotte wil ik jullie meenemen in de verschillende vormen die er zijn binnen discriminatie in het zorgdomein. Want discriminatie kan plaatsvinden tussen zorggebruikers. Denk aan een intramurale setting, het verpleeghuis, waarbij patiënten elkaar onderling discrimineren. Discriminatie tussen zorgverleners, en dan gaat het over de discriminatie tussen collega's of van een leidinggevende naar een collega en vice versa. En de discriminatie van een patiënt naar een zorgverlener, en dat kan natuurlijk ook andersom, van een zorgverlener naar een patiënt. En hier is het ook belangrijk om te benoemen dat de verschillende vormen van discriminatie in wisselwerking met elkaar staan en echt bepalend zijn voor de sociale norm op de werkvloer. Want je kan je voorstellen, als collega's elkaar onderling discrimineren, dan zet dat ook een norm. En dat kan ook effect hebben op de manier waarop zij met patiënten omgaan.
Dat is goed om in ons achterhoofd te houden. Nou, dan, dit zijn even de uitgangspunten. Dan wil ik nu overgaan tot het gesprek met de Nationaal Coördinator. Dag Rabien, welkom nogmaals. Fijn dat je er bent. Ja, graag gedaan, dank. Ik heb een tweetal vragen voor je. Rabien, we hebben vaker al met jou gesproken over de discriminatie in de zorg. We zijn bij jou langs geweest toen we het onderzoek hebben kunnen aanbieden. Ook samen met een ervaringsdeskundige die straks ook gaat spreken. Hè, en uit het onderzoek dat mijn collega straks gaat presenteren, blijkt dat medewerkers en patiënten ook in de zorg regelmatig te maken krijgen met discriminatie. Wat roept dat bij jou op? Nou ja, dat onderzoek hebben jullie aan mij ook aangeboden. Hè? Althans, het onderzoek wat VAROS gedaan heeft over discriminatie in de zorg op basis van dus die 11 interviews die er gehouden zijn. En ik heb dat inderdaad tot mij doorgenomen, moet ik je zeggen. En ik moet eerlijk zeggen dat ik daar erg geschokt over was. Kijk, natuurlijk, discriminatie is er helaas in die samenleving, maar dat zich zelfs op een heel belangrijk domein, zeg maar, op zo'n manier manifesteert, dat heeft mij diep geraakt. Dus ik was geschokt. Ik heb verhalen gehoord van ervaringsdeskundigen. U zult dat straks ook even horen, zometeen. Ja, daar word je alleen maar emotioneel van. Waarom? Omdat het gaat eigenlijk niet alleen over uitsluiting. Ja, het gaat over uitsluiting. Het gaat over het bieden van een andere vorm van behandeling. Maar eigenlijk gaat het ook over leven en dood, om het maar zo te zeggen. Ja, dat klinkt heel hard, maar begrijp wat ik bedoel. Als je niet de zorg krijgt die jij moet krijgen op basis van een uitsluitingsmechanisme, dan kan jouw gezondheidszorg daar in gevaar komen. En dat soort verhalen heb ik inmiddels gehoord in de town hall sessies die we georganiseerd hebben in het land om te komen tot een nationaal programma. Ja, en nou, dan kun je daar je ogen niet voor sluiten. Dus ja, Roshni, helaas ook op dit domein, hè, het domein zorg, vindt discriminatie plaats. Discriminatie van patiënten naar zorgverleners, maar ook van zorgverleners naar patiënten toe. Dat is één belangrijke vorm. En een tweede belangrijke vorm is dat ook in, laten we zeggen, in de behandeling er discriminatie plaatsvindt. Dus de manier waarop mensen behandeld worden, gebaseerd op testen die alleen op witte mensen zijn gedaan, of de manier waarop mensen medicatie toegeschreven krijgen, omdat die louter en alleen omdat die medicatie eigenlijk op één bepaalde doelgroep is getest, ja, dat brengt natuurlijk niet alleen de zorg in gevaar, maar ook mensen individueel in gevaar. Dus ik denk dat dit echt een groot issue is. Althans, zo bejegen ik het ook, moet ik je zeggen. En het is mij niet om te doen om mensen in een beklaagde bankje te krijgen. Daar gaat het niet om. Ik wil Nederland vooruit helpen. En ik wil een goed dialoog ook met de zorgsector hebben om ervoor te zorgen dat ook de zorgsector op de werkvloer divers wordt, diverser, maar vooral ook inclusiever. En dat geldt dus als het gaat om bejegening, maar ook als het geldt om behandeling en als het gaat om nou, medicijnen en dat soort dingen meer. Dankjewel, Rabien. Ik wil je echt een compliment geven hoe goed je ingevoerd bent in het zorgdomein. En dat die verhalen ook echt bij jou binnenkomen. Je haalt heel veel aspecten aan die wij ook in onze bevindingen terug hebben gehoord. En ook waar de oplossingen op zijn gericht. Je bent vorig jaar aangesteld, hè, als Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme. En in de afgelopen tijd, en ik ben ook bij een aantal bij geweest, heb je heel veel gesprekken gevoerd, zowel met die ervaringsdeskundigen als met organisaties. En er komt een mooi nationaal programma in het najaar, waarin je het kabinet aanspoort om in actie te komen. Op welke manier, misschien kun je daar iets meer over vertellen, en op welke manier krijgt het zorgdomein daar een plek in? Vandaag gaat, ik had het in mijn hoofd om vandaag in ieder geval het nationaal programma aan het kabinet te presenteren. Dat was dus de planning, maar daar is natuurlijk nog wat meer werk te verzetten, want in concept heb ik hem klaar, maar ik wil een gedragen nationaal programma aanbieden aan het kabinet om ermee aan de slag te gaan. Ja, zorg, het zorgdomein heeft een plek in het nationaal programma, maar Roshni en dames en heren, ik ga er niet in slagen om in één klap een goed, stevig
nationaal programma neer te zetten. Want mijn opdracht is om te komen tot een nationaal programma dat gedragen wordt door de samenleving, maar ook bij de departementen en natuurlijk ook bij het kabinet. En daar zit natuurlijk ook een uitdaging in. Maar ik vind het wel belangrijk, horend naar de geluiden uit de samenleving, individuele gesprekken die ik gevoerd heb, meer dan 100 moet ik je zeggen, maar ook die town hall sessies, zeg maar, die we georganiseerd hebben, dan zie je gewoon dat dit echt een groeiend ding begint te worden. Discriminatie in de zorg, daar hebben we lange tijd eigenlijk niet willen erkennen. We hebben lange tijd gedacht van, joh, de zorg dat is voor iedereen en dat gaat goed, want het gaat met patiënten en enzovoorts enzoverder. Maar je ziet gewoon dat er ook in het zorgdomein uitsluitingsmechanismen aan de orde zijn. En die moet je dus wel willen tackelen. Daar moet je oog voor willen hebben. Dat ga ik in ieder geval proberen mee te nemen in het nationaal programma. En een van de dingen, daar ben ik dus in onderhandeling met het ministerie van VWS daarover. Ik heb de ambitie gekoesterd en ik ben echt in gesprek met ze. Van kijk, tuurlijk, Faros heeft gedaan wat Faros heeft gedaan. Dit soort gesprekken zijn heel erg belangrijk. Maar ik denk dat het ook goed is voor de toekomst om eigenlijk een nationaal onderzoek te doen naar discriminatie in de zorg. Echt een nationaal onderzoek door een gezaghebbend instelling of een commissie of wat dan ook. Om te komen tot echt hele stevige aanbevelingen waarmee wij, de politiek, maar ook de instellingen aan de slag kunnen gaan. Dus ik zal proberen in ieder geval in het nationaal programma dit mee te nemen. Ik hoop dat ik tot een succesvol onderhandeling kom met VWS. Want af en toe duwt VWS je wel ook terug, moet ik je zeggen. En dat vind ik wel heel erg jammer, want ik hoop dat ook VWS realiseert indachtig, zeg maar, de ambities in het coalitieakkoord van dit nieuwe kabinet, zeg maar, om ook op het zorgdomein, zeg maar, die inclusiviteit te betrachten. Dus ik hoop ook dat het ambtelijk apparaat bij VWS ook denkt van, nou ja, laten we nou die extra mile nu proberen te pakken om in ieder geval later profijt van te hebben. Ik ga ze proberen te inspireren. Ik ga ze proberen natuurlijk daarin mee te krijgen. Maar ik hoop ook dat, kijkend naar de aard en de ernst van de situatie, dat zij dus ook meegaan. Maar dat is nog even een paar stappen die ik nog moet ondernemen. Kort en goed, het ziet er naar uit dat in ieder geval het nationaal programma in groeimodel, want dit is het eerste nationaal programma, volgend jaar komt er een tweede, dus we gaan groeien naar een stevig nationaal programma, dat dit eerste nationaal programma direct na de zomer, ik verwacht eind augustus, gepresenteerd kan worden aan het kabinet, maar dan ook wat mij betreft aan de Tweede Kamer, en dus ook aan de samenleving. Ja, mooi. Nou, goed om te horen dat je zo stevig inzet ook voor het zorgdomein. En ik denk dat we met elkaar tot een mooie aanpak gaan komen. Rabien, ik wil jou hartelijk danken voor jouw tijd en jouw bijdrage. En ik hoop dat we elkaar snel weer spreken en dat ook de deelnemers jou een keertje zien in een townhall-sessie. Of ergens anders. Heel veel succes met het afronden en presenteren van het nationaal programma. En we zien het graag tegemoet. Nou, weet dat de nationaal coördinator, het bureau van de nationaal coördinator, zich gecommitteerd heeft op dit dossier, zeg maar. Maar ook zich verbonden voelt met Faros. Dus laten we proberen de komende periode hand in hand op te trekken. Maar ook wat mij betreft aan allerlei instellingen die vandaag eigenlijk aan dit seminar meedoen. Dus wat mij betreft, ik voel me zeer betrokken. Laten we elkaar proberen scherp te houden. En ik ben zeer geïnteresseerd naar wat ideeën, zeg maar, uit dit seminar die allicht, misschien nu nog niet in het nationaal programma, maar in het volgende nationaal programma plek zou kunnen krijgen. Dus alsjeblieft, dames en heren, kom even met concrete ideeën waarmee ik in ieder geval met de departementen aan de slag kan. Dus dat is wat ik alleen wil mededelen tegen u. En ik wil u ook zeggen, ik had graag het hele seminar willen bijwonen. Dat gaat helaas niet lukken vanwege nogal wat bijeenkomsten die ik zo meteen heb. Dus u zult mij moeten excuseren deze keer. De vorige twee keren was ik compleet aanwezig. Maar de volgende keer, dan zijn we hopelijk fysiek weer met elkaar. Dankjewel, Rabien. Tot ziens. Dan ga ik aan het volgende deel beginnen en wil ik jullie voorstellen, mag ik de volgende sheet alsjeblieft, aan twee bijzondere mensen die wij allebei hebben gesproken in het onderzoek. Santusha Ranjai
Zij is zorggebruiker en Filberto Lado. En Filberto heeft meegedaan in het onderzoek dat KIS heeft gedaan. En Santusha heeft meegedaan in het onderzoek dat Faros heeft gedaan. Dan wil ik u graag erbij roepen. Hallo. Goedemiddag. Hoi. Ik zie jullie nog niet gespotlight, maar dat gaat zo gebeuren, denk ik. Ja. Nou, fijn dat jullie er beiden zijn. En ik ga beginnen met Santusha. Santusha, wil je jezelf even kort voorstellen? Ja hoor. Goeiedag allemaal. Ik ben Santusha Ranga. Ik ben 35 jaar. Ik ben geboren en getogen in Rotterdam, waar ik ook de leraaropleiding geschiedenis heb gevolgd. En op mijn 25e ben ik naar België verhuisd om journalistiek te studeren. En het jaar daarop bleek dat ik borstkanker had. En sindsdien maak ik eigenlijk veelvuldig gebruik van de Nederlandse gezondheidszorg. En ik merkte eigenlijk direct al, na mijn diagnose, dat er dingen anders liepen, omdat ik een vrouw van kleur was. En dan, ik kom anders met een klein voorbeeldje. Nou, na mijn chemokuren en mijn borstamputatie bleek dus dat ik nog actieve kankercellen had in de lymfeklier van mijn oksel. En daarvoor moest ik bestraald worden. En ongeveer toen ik over de helft was van mijn bestralingen, zag mijn huid er echt vreselijk verbrand uit, bijna verkoold. En het zorgpersoneel schrok daar zo erg van, dat zij dus eigenlijk opperde om mijn behandeling misschien vroegtijdig te staken. En gelukkig kreeg ik aan het einde van mijn bestralingen, iets voor het einde van mijn bestralingen, kreeg ik dan gelukkig een Indonesische arts. En bij hem durfde ik mijn zorg te uiten. En hij zei toen van, ja, maar er is helemaal niks mis met jou. Want dit is nu eenmaal hoe een donkere huid hoort te verbranden. Waardoor dus eigenlijk uiteindelijk toch al mijn bestralingen door hebben kunnen gaan. Ja, heel heftig verhaal wat je ons ook in het onderzoek hebt verteld. En bijna was jouw behandeling dus niet doorgegaan, omdat het zorgpersoneel het niet herkennen hoe jouw huid verbrandde. Santusha, ik hoor jou net iets verder weg. Zou je misschien nog iets dichter bij de microfoon? Ja. Het kan zijn dat het alleen aan mij ligt. Ja. Ik kan niet dichterbij komen, omdat mijn bureaustoel eigenlijk, de poot zit ervoor. Oké. Okay. Maar helpt het? Misschien dat helpt. Helpt dat? Ja, het helpt. Ja? Dankjewel. Okay. Santusha, ik heb nog een vraag voor je. Hè, wat heeft het met jou gedaan? Hè, je hebt ook meerdere dingen meegemaakt, maar wat was de impact van deze ervaring op jou? Zulke ervaringen leveren mij ook extra stress op, want ik ben eigenlijk in de eerste instantie ben ik bezig om alle vooroordelen die er gelden te weerleggen. En dat ik dan ook gewoon een beetje een rol aan het spelen ben van de goedlachse migrant, waardoor ik eigenlijk ook vergeet dat ik eigenlijk gewoon ook gewoon ziek ben. En het brengt mij daardoor ook eigenlijk weer stress op, omdat ik ook van tevoren aan het incalculeren ben hoe ik dan op iets zou moeten reageren. Waardoor ik ook gewoon eigenlijk heel de tijd aan het nadenken ben van wat kan ik zeggen, zodat het gesprek niet zal escaleren. En door alle stress mijt ik ook eigenlijk nou zorg, soms. Ja, dat is iets wat we natuurlijk niet willen. Santusha, ik laat het hier eventjes bij. Dank je wel voor je verhaal en ik spreek je straks ook nog weer eventjes. Okay. Dan ga ik naar Filberto. Filberto, we hebben net het verhaal gehoord van Santusha vanuit de kant van de zorggebruiker. Jij bent zorgverlener en leidinggevende. Wil je jezelf verder voorstellen, Filberto? Yes, ik ben Filberto Lado, 28 jaar, ook uit Rotterdam. Ik ben als verpleegkundige in de GGZ afgestudeerd. En na mijn studie heb ik in een aantal klinieken gewerkt. En eigenlijk sinds 2018 als wijkverpleegkundige in de thuiszorg. Daar ben ik nog steeds werkzaam. Ja. En kun je misschien met ons een recente ervaring van discriminatie delen? Ja, een van mijn recente ervaringen helaas was dat ik een aantal weken terug bij een nieuwe cliënt kwam om de wondzorg te verlenen. En eigenlijk de eerste reactie wat van diegene was, zijn alle blanke meisjes op of zo? Dat ze jou nu naar mij toesturen. En dat was eigenlijk een hele vreemde, chockerende situatie. Want wat deed dat met jou? Ja, in eerste opzicht erg gechoqueerd dat
vandaag de dag nog steeds zo omgegaan wordt met mensen. En ook frustrerend, omdat ik daar met alle goede bedoelingen gewoon de zorg kon verlenen natuurlijk. En dat dat de eerste reactie is. Ja. Ik denk dat best, als persoon ben ik best een rustig en nuchter persoon. Dus als zoiets voordoet, dan kan ik wel vrij snel mijn emotie uitzetten. En een zakelijke aanpak oppakken. En dan zeggen van, nou ja, we komen hier om de zorg te verlenen. Als je het daar niet mee eens bent, dan verlaat ik het huis. En dan zijn we ook klaar natuurlijk. Want ik hoef dat niet te tolereren zo. Ja, en je krijgt een zakelijke aanpak. Is dat ook een manier van dealen met dit? Een soort van cultuur? Ik denk het wel, ja. Een deel daarvan is op sommige momenten je emotie uitzetten. En andere momenten is toch proberen een nuchtere kijk erop te hebben. Ja. Hey, en je bent natuurlijk zelf ook leidinggevende. Hoe zie jij dit als leidinggevende? Ik denk dat het ten eerste goed is dat als leidinggevende ik nog steeds onder de cliënten kom. Omdat ik nog steeds dan zie wat de actuele situaties zijn waar medewerkers mee te maken hebben. En dat ik ook bewust ben van hoe de cliënt op bepaalde medewerkers reageren. Ik denk dat ik kan er vaak snel ook wel een actie op koppelen, omdat constant tijdens werkoverleggen of bijeenkomsten toch onder de mensen te brengen, zodat collega's er wel met elkaar in gesprek over gaan. Ja. En een laatste vraag ook voor jou. We weten dat we te maken hebben met de schaarste in de zorg. Het is een steeds groter probleem aan het worden. Ja. En hoe zie jij dat? Is discriminatie en uitsluiting, is dat ook een serieus risico voor het aantrekken en behouden van personeel? Ja, dat denk ik zeker. Want vaak begint het natuurlijk bij één cliënt misschien. En die medewerker heeft dan al snel zoiets van, nou ja, bij die cliënt hoef ik niet meer langs te komen. Of bij die cliënt wil ik niet meer langskomen, omdat hij zich natuurlijk bedreigd voelt. Maar als dat steeds vaker zich voor gaat spelen, dan kan die medewerker natuurlijk op de lange termijn gewoon ziek melden. Omdat hij zoiets van, nou ja, ik voel me daar niet prettig of ik voel me daar niet veilig. Dus laat maar zitten. Ja. Nou, Filberto, ook jij heel veel dank voor het delen van je ervaringen. Jullie allebei, hè, jullie hebben allebei in het onderzoek met ons gesproken. Maar nu zijn jullie weer bereid om eigenlijk de stem van zoveel meer mensen hier met ons te delen. Ik spreek jullie allebei straks nog even bij het onderdeel van oplossingsrichting. Yes. Bedankt. Alsjeblieft. En dan graag naar de volgende sheet. Ik wil nu het woord geven aan mijn collega Judith van der Bos. Zij gaat ons iets vertellen over de onderzoeken die VAROS heeft uitgevoerd vorig jaar. Judith, the floor is yours. Goedemiddag allemaal. Ik mag jullie inderdaad meenemen in de twee onderzoeken die VAROS heeft gedaan naar het thema discriminatie en gezondheid. We hebben aan de ene kant een kwalitatief onderzoek gedaan. Ervaringsverhalen gehoord van veel mensen in de zorg, in de huisartsenzorg, thuiszorg en ziekenhuiszorg. En aan de andere kant hebben we de relatie tussen discriminatie en gezondheid in wetenschappelijke publicaties onderzocht en geprobeerd inzichtelijk te maken. Dan mag hij naar de volgende sheet. Discriminatie en gezondheid. Discriminatie leidt tot gezondheidsverschillen, maar hoe zit dat eigenlijk? Discriminatie is net als bijvoorbeeld opleidingsniveau, inkomen tegenover hoog inkomen, mensen met een migratieachtergrond tegenover mensen zonder migratieachtergrond een reden van gezondheidsverschillen. Dat betekent eigenlijk dat mensen die vaker discriminatie ervaren een slechtere gezondheid hebben en in minder goede, gezonde jaren leven dan mensen die geen discriminatie ervaren. En er zijn verschillende mechanismen die hierin meespelen. Mag die naar de volgende sheet? Dat zien jullie op deze afbeelding. Er zijn eigenlijk drie centrale wegen die leiden tot die gezondheidsverschillen. Middenin zien jullie stress staan. Een ervaring met discriminatie of een verwachting van discriminatie kan leiden tot een fysieke stressreactie.
Wat ook weer leidt tot bijvoorbeeld ongezond copinggedrag, minder gezond gedrag of meer impulsief gedrag. Dat zijn allerlei invloeden die ook invloed hebben op de mentale gezondheidsachterstanden en de fysieke gezondheidsachterstanden. De weg onderin zien jullie geweld staan. Ik denk dat ik die eigenlijk verder niet hoef uit te leggen. Veel van jullie zullen wel filmpjes vanuit de VS, maar ook dichter bij huis hier in Nederland op jullie netvlies hebben staan hoe die leiden tot gezondheid. En de bovenste weg, de toegang tot sociale middelen, is eigenlijk een meer indirecte manier die kan leiden tot gezondheidsverschillen. Denk bijvoorbeeld aan discriminatie op de woningmarkt, waardoor mensen in een onveilige of juist in een niet schone leefomgeving wonen. Maar ook slechte toegang en kwaliteit tot zorg. Daar hebben wij ons verder toe gericht. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan patiënten of cliënten die niet serieus genoeg worden genomen en daardoor diagnoses die gemist worden. Maar we weten bijvoorbeeld ook uit Nederlands onderzoek dat mensen met een migratieachtergrond minder vaak doorverwezen worden. Dus dat zijn allerlei signalen die laten zien dat mensen die vaker discriminatie ervaren ook een minder goede gezondheid hebben. Helemaal rechts zien jullie een lijstje met concrete voorbeelden wat het dan doet met iemands gezondheid. Op mentale gezondheid zien we bijvoorbeeld dat mensen vaker depressief zijn of verslavingen hebben of angststoornissen. En de fysieke gezondheid zien jullie ook een rijtje staan. Daarbij wilde ik ook graag aan toevoegen dat, en dat klinkt misschien een beetje complex of abstract, maar dat discriminatie ook invloed kan hebben op epigenetica. Dus dat betekent dat deze ziektes ook eerder kunnen voorkomen bij mensen die vaak te maken hebben met discriminatie. Dus dat heeft ook weer invloed op die gezonde levensjaren die iemand heeft. En ook het stukje verlaagd geboortegewicht zou ik graag willen toelichten. We weten dat bijvoorbeeld moeders die vaak discriminatie ervaren en die stress door ervaren discriminatie meemaken, ook vaker kindjes hebben die met een lager geboortegewicht op de wereld komen. En dat is ook een veroorzaker voor allerlei gezondheidsachterstanden in iemands latere leven. Dus zo hebben we een beetje geprobeerd inzichtelijk te maken hoe die discriminatie leidt tot die gezondheidsachterstanden. Mag die naar de volgende sheet? Want ik hoor jullie misschien wel denken en wij binnen VAROS en bij KIS hebben we ook heel vaak gedacht van hoe kan het nou dat al die beleidsmakers, zorgmedewerkers niet net zoals hier op de foto vanuit Black Lives Matter protesten in de Verenigde Staten op de barricade staan. We zien vaak dat gesprekken over discriminatie heel kwetsbaar zijn en heel toch moeizaam verlopen. En dat horen we ook terug uit de gesprekken en de interviews die we hebben gehad. Dus daarin wil ik jullie graag meenemen wat daar in die gesprekken terugkomt. Mag die naar de volgende sheet? Dit zijn een aantal rode draden die we hebben teruggehoord in de interviews. Voor jullie beeld, we hebben en zorggebruikers. Rabien zei het net al, we hebben 11 zorggebruikers gesproken, maar we hebben ook zorgverleners gesproken. Dus ik zal daarom ook af en toe verwijzen naar dat perspectief. Rosny vertelde het net al, dat onderscheid tussen impliciet en expliciet. Onderscheid hebben we ook veel in de interviews teruggehoord, dat juist ook impliciete opmerkingen, meer subtiele opmerkingen en opmerken die in eerste instantie ook patiënten en cliënten zelf als misschien niet zo erg ervaren, dat die juist ook heel veel impact hebben op een patiënt of cliënt en dat die erkenning daarvan ook zo belangrijk is. Dus juist het gesprek daarover, dat een zorgverlener ook dat erkent, dat dat belangrijk is. Daarnaast hebben we ook veel gehoord over de kwetsbaarheid als patiënt. Je hebt als een patiënt een afhankelijkheidsrelatie met jouw arts. Je bent ziek en een ervaring met discriminatie komt dan eigenlijk nog bovenop de ervaringen die je hebt als patiënt of cliënt. Dat heeft bijvoorbeeld ook te maken met het doen van een melding. Daar zit vaak een termijn aan, dat je bijvoorbeeld binnen 2 jaar een melding moet doen van een bepaalde ervaring. En dat werkt het allemaal in de hand, dat je langer met een ervaring kunt blijven zitten. En dat dat blijft schuren.
Dus daar ligt ook wel echt de verantwoordelijkheid bij het systeem en hoe we dat met elkaar inrichten. Verder hebben we ook de witte norm in de zorg veel teruggehoord. Dan heb ik het meer over kennis van zorgverleners over etnische gezondheidsverschillen. Het verhaal van Santusha raakt daar ook heel erg aan, dat een zorgverlener haar huid niet erkent en met de beste bedoelingen denkt dat ze haar behandeling stop hadden moeten zetten, terwijl ze daardoor niet de zorg krijgt die ze eigenlijk had moeten krijgen. En voor de ervaring die veel patiënten en cliënten daarvan hebben, maakt het dus niet uit of het een kwetsende opmerking is of dat het bijvoorbeeld het niet herkennen van een bepaald ziektebeeld is. Dat kan diezelfde fysieke stressreactie opwekken als bijvoorbeeld een impliciete of expliciete opmerking. En als laatste heb ik hier de opeenstapeling genoemd. Ons onderzoek ging natuurlijk over ervaringen in de zorg, maar juist ook ervaringen buiten die zorg draagt bij aan die stress en die impact die mensen ervaren van discriminatie. Bijvoorbeeld in het uitgaan of op de woningmarkt. Allerlei ervaringen die mensen hebben dragen bij aan die stress. Ik had, als je één sheet volgende gaat, een quote toegevoegd, waarbij een van de ervaringen deskundigen ook vertelt van: ik weet eigenlijk ook niet of het komt omdat ik een vrouw ben, of het komt omdat ik van kleur ben, of omdat ik meerdere beperkingen heb. En dat draagt ook bij aan die verschillende, aan die onzekerheid eigenlijk. Hier heb ik ook weer een aantal mechanismen toegevoegd die discriminatie in stand lijken te houden. Maar ook de gevolgen van discriminatie. Santusha vertelde het net al, zorgmeiden is een belangrijk thema geweest in de gesprekken die we hebben gevoerd. Dat mensen liever niet alleen meer naar de zorg toe gaan, dus graag iemand met zich meenemen. Maar ook denken, er staat in mijn dossier een soort stempel met: ik ben een veel eisende persoon, ik heb nu ergens last van en ik ga nu niet met een zorg die ik heb naar een arts toe. Terwijl dat ook echt niet is wat we zouden willen. Maar dat geven mensen ook aan dat zij door ervaringen in de zorg zorg toe gaan mijden. Het gebrek aan eigenaarschap was ook een belangrijk thema in onze onderzoeken. Veel zorgverleners zelf met een migratieachtergrond vertelden dat zij zich vaak verantwoordelijker voelden over het delen van ervaringen van patiënten of het op de agenda zetten. En dat bijvoorbeeld witte zorgverleners die het eigenaarschap over die oplossing van discriminatie minder voelden. En dat het alleen een probleem zou zijn, bijvoorbeeld van mensen van kleur of mensen die zelf discriminatie ervaarden. Daaraan gerelateerd, in ieder verhaal kwam eigenlijk een held in de zorg. En daarom denken we ook dat door het inzetten op die eigenaarschap iedereen bewust te maken van zijn of haar rol in dit in deze problematiek, dat we daarop kunnen inzetten en dat we daarmee ook het verschil maken. Dat waren een aantal rode draden vanuit de interviews die we hebben gedaan. Hier zien jullie tot slot nog een visuele weergave van dat systeem, die wisselwerking. Want het gaat eigenlijk niet alleen over het stukje wat er in de spreekkamer gebeurt, maar juist ook in die lagen daarboven. Ik wil een aantal voorbeelden geven. Rabin zei het eigenlijk net ook al, maar bijvoorbeeld onderzoek dat vooral is gedaan op witte mensen, waardoor medische hulpmiddelen minder goed aansluiten bij witte patiënten en cliënten, waardoor eigenlijk in die binnenste ring de zorgverlener diagnostiek bij een patiënt van kleur minder goed kan uitvoeren dan bij bijvoorbeeld een witte patiënt, waardoor die diagnoses gemist worden. En waardoor die gezondheidsverschillen ontstaan. Maar denk bijvoorbeeld ook aan die gele ring, de ring binnen de organisatie en instelling. Als bijvoorbeeld een leidinggevende zegt: ik wil het woord discriminatie niet horen in een werkoverleg, dan is het heel ingewikkeld om als patiënt zijnde een ervaring toch aan te kaarten. Dus al deze verschillende lagen eigenlijk hebben allemaal invloed op elkaar en beïnvloeden
elkaar en kunnen het ook weer versterken. Even kijken. Dan heb ik jullie nu meegenomen in het stukje van zorggebruikers. Mijn collega Joey van KIS zal jullie meer vertellen over zorgverleners. En ik kom straks verder bij jullie terug op beide oplossingsrichtingen die we zouden willen aandragen. Yes, dank je wel Judith. Voor degene die mij nog niet zo goed kennen. Mijn naam is Joey Poelwaard Mojo, zoals je kan zien in het scherm. Ik gebruik de voornaamwoorden hij, hem. Ik heb een Javaans-Surinaamse achtergrond en ik werk bij Movisie in het team Inclusie en Diversiteit. Wij hebben vanuit het KIS, kennisplatform, onderzoek gedaan naar discriminatie in de zorg. En dan eigenlijk de discriminatie die ervaren is door zorgmedewerkers vanuit de patiënten en cliënten. Overigens, nog goed om te benoemen, ik heb dit onderzoek samen gedaan met oud-collega Hennen. Die werkt nu ergens anders, maar haar naam staat nog wel voor altijd linksbovenaan op de titelpagina. Zou ik naar de volgende slide mogen? Want waar ga ik het nu zoal over hebben? Het belang van het onderzoek dat wij hebben gedaan. Ik ga in vogelvlucht langs de ervaringen die wij hebben opgehaald. Wij hebben 12 zorgverleners gesproken, waarvan ook een stagiair. En 4 leidinggevenden van zorgorganisaties. En ik wil afsluiten met een stukje aanbevelingen die gebaseerd zijn op de uitgesproken behoeften van deze 16 respondenten. Yes. Te beginnen met dat er eigenlijk geen Nederlands onderzoek te vinden is over discriminatie in de zorg. En dan met name ervaren door zorgverleners. Dus het was even kijken, hè, hoe willen we dit nu gaan aanpakken? We hebben dit onderzoek overigens vorig jaar afgerond. Misschien dat er in de tussentijd wel nieuwe onderzoeken zijn gepubliceerd, maar toen de tijd was er nog niet zoveel. Wat we wel hebben terug kunnen vinden in de artikelen is dat, dat eigenlijk een verandering lijkt op te treden van de van oudsher bekende, volgzame, luisterende patiënt naar een nu meer moderne, veel eisendere patiënt. Waarbij ook nog komt kijken dat de grens tussen assertief gedrag en agressief gedrag lijkt te vervagen. Nou, dat kan mogelijk leiden tot een nog onveiligere situatie. En daarbovenop komt ook nog dat meer zorg thuis geleverd lijkt te worden. En in de privésfeer kunnen patiënten, cliënten misschien net iets meer vrijheid voelen om bepaalde negatieve of zelfs discriminerende opmerkingen te maken. Wat eigenlijk de zorgverleners in een nog onveiligere situatie zet. Wat zijn gevolgen hiervan? Nou, het chronisch ervaren van discriminatie kan ervoor zorgen dat de zorgmedewerker minder betrokkenheid voelt bij de werkgever. Het kan er zelfs voor zorgen dat de zorgmedewerker minder betrokkenheid voelt bij de Nederlandse samenleving aan zich. Dus dat is al helemaal shocking. Verder kan het ervoor zorgen dat medewerkers onbewust, bewust harder gaan werken. Het harder werken, overwerken kan leiden tot burn-outs, uitval. Sommige medewerkers stoppen dus ook. Er zijn ook medewerkers die liever ander werk gaan zoeken. En dan met name niet meer in de zorgsector, omdat het niet meer comfortabel genoeg is, veilig genoeg is. En enkele psychische gevolgen zijn het ervaren van meer stress, emotionele instabiliteit en kansen op depressie. Dus als ik dit zo allemaal heb benoemd, en als je kijkt naar de tijd, de periode waarin we nu leven, waarin we eigenlijk te maken hebben met een tekort aan zorgpersoneel, is uitval van deze zorgmedewerkers helemaal niet wenselijk. En zou ik eigenlijk iedereen die hier aanwezig is willen aanzetten tot actie om ervoor te zorgen om deze vorm van discriminatie tegen te gaan. Yes, volgende slide alsjeblieft. De opgehouden ervaringen. Hier staan de meest genoemde voorkomende ervaringen die we hebben gehoord, opgedeeld in 5 categorieën. Ik ga er heel snel langs. De directe vorm van discriminatie. Denk hierbij aan een patiënt, cliënt die tegen de zorgverlener zegt van ik haat mensen met de hoofddoek, terwijl deze zorgverlener een hoofddoek draagt. Het lijkt me zeer ongemakkelijk en heel raar om dan nog die zorg te kunnen verlenen.
Een andere vorm is het anders zijn, is ook een directe vorm, maar iets meer verpakt. Waarschijnlijk, sommigen zullen deze herkennen van, hey, wat spreek je goed Nederlands? Of jij kan dit wel goed? En ja, absurd dat zulke opmerkingen nog worden gemaakt. Deze microagressies, als je deze 100 keer ontvangt in een week, dan kan ik me voorstellen dat je er helemaal genoeg van hebt. Het onderscheid dat niet wordt uitgesproken gaat ook over eigenlijk een verpakking. Een concreet voorbeeld hierbij is een zorgmedewerker die niet welkom was bij een gezin. Omdat dat gezin aangaf dat de hond agressief zou reageren op mensen van kleur. En laat dat even tot je bezinken. Like, hoe verzin je dit? Een hele rare voorbeeld. Dan hebben we de indirecte vorm van discriminatie. Bijvoorbeeld als huisarts eigenlijk wordt verteld dat de patiënt naar een andere huisarts wil, omdat ja, die vindt dat jij er te raar of anders uitziet. Lijkt me ook niet fijn om dat te horen te krijgen van je collega. En wat we ook nog hebben gehoord, wat niet de focus was van ons onderzoek, maar wel vaker is benoemd, is eigenlijk de discriminatie van zorgverleners onderling. Met als concreet voorbeeld dat een collega continu aan de haren zat van een collega van kleur. En dan denk ik ook van in deze periode waarin we nu leven, hoe kan je dit soort dingen nog steeds blijven doen? Tot zover de ervaringen. En hebben we nu ook verschillende manieren van reageren opgehaald. Ik wil allereerst benoemen dat geen één manier van reageren beter is dan de andere. Het hangt natuurlijk af van de context. Hoe vaak is een bepaalde opmerking ontvangen? In welke setting ben je? Zijn er collega's bij? Ben je alleen? Ook wat is jouw persoonlijkheid? Maar we wilden inzicht geven in hoe kunnen zorgverleners nou reageren op discriminerende opmerkingen. Als allereerste het steun zoeken bij collega's. Vaak na incidenten en het gebeurt ook vaak eigenlijk bij collega's met ook een migratieachtergrond of collega's van kleur. En dat komt omdat het gevoel heerste bij de gesproken respondenten dat als zo'n ervaring werd gedeeld bij een witte zorgverlener, dat dan nog het gevoel kwam van dat je moet uitleggen waarom je dit hebt ervaren als discriminatie en dat het discriminatie is, et cetera. Het energieslurpende aspect ervan. De volgende manier van reageren is het op de professionele manier reageren. Zoals Fulberto eigenlijk eerder ook al aangaf, dat zakelijk ermee omgaan. Je kan dan eigenlijk een soort van direct verantwoorden van beste patiënt, ik beschik net zoals mijn collega daar over deze diploma's en werk al zo lang, et cetera, et cetera. En als je dit nu elke keer blijft doen, kan het ook voorkomen dat je er geen zin meer in hebt om op die manier te reageren. Dus dan ga je bijvoorbeeld reageren met humor. Zoals, beste patiënt, ik heb mijn diploma's van YouTube gehaald. Of van Instagram, weet ik veel. Zo zie je dat er allerlei verschillende manieren zijn die zorgverleners door elkaar kunnen toepassen. We hebben ook het niet reageren, het negeren en doorgaan met werk. Het zorg laten verlenen door je collega. Dat kan enerzijds zijn omdat jij er als zorgverlener genoeg van hebt. Maar ja, ik kan niet meer zorg verlenen aan deze patiënt omdat ik continu word geconfronteerd met discriminatie. Of andersom, zoals we net benoemden met de huisarts. De patiënt-cliënt wil graag verzorgd worden door in dit geval een witte collega. Omdat, I don't know why, because you are discriminating. En als laatste je extra bewijzen. Dat had ik ook al eerder benoemd, harder werken, het soms wel duidelijker articuleren, hardop praten van ik kan ook voldoen aan deze witte Nederlandse norm, waar jullie het net al eerder over had. Yes, zou ik naar de volgende slide mogen, de aanbevelingen, gebaseerd op de uitgesproken behoeften. Met als allereerst het meer in gesprek gaan over discriminatie. Respondenten wilden meer vaker in gesprek gaan, zodat het ook makkelijker wordt om nog een keer erover in gesprek te gaan en het eigenlijk geen ongemakkelijk onderwerp meer te houden. Er werd genoemd van, misschien kunnen we hier trainingen voor inzetten. Hoe doen we dat? En dat brengt ons naar het volgende punt, meer trainingen. De respondenten gaven aan, we willen eigenlijk vaker trainingen en ook terugkomende trainingen.
dat het niet blijft bij één webinar, één workshop en dan kan je het wel. Maar structureel hier aan blijven werken. En de trainingen zouden dan kunnen gaan over hoe ga je om met discriminatie op de werkvloer. Maar ook hoe grijp je in als je het ziet bij een collega, hoe ondersteun je die collega. Deze training heet toevallig een omstandertraining. En wij zijn ook nu bij Movisie van plan om zo een training te gaan volgen. Een aanrader denk ik voor iedereen hier, de omstandertraining. Derde is de meer richtlijnen en protocollen aanbeveling. Die gaan eigenlijk om richtlijnen die gaan voor het voorkomen van discriminatie, maar ook het kunnen omgaan met discriminatie. Nou, waarom? Omdat deze richtlijnen en protocollen ervoor kunnen zorgen dat er minder willekeur ontstaat in hoe verschillende organisaties omgaan met een discriminatieincident. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat de ene organisatie het zo oppakt, of dat je binnen dezelfde organisatie dat een paar mensen het zo oppakken en andere mensen het anders oppakken. En het is natuurlijk goed voor de duurzame inbedding. Ook werd genoemd dat er eigenlijk gepleit wordt voor meer diversiteit in het personeelsbestand. En dat geldt niet alleen voor de zorgverleners, maar ook voor de HR-afdeling, ook voor de vertrouwenspersonen, ook voor de leidinggevende, bestuur, iedereen. Het volgende punt is het verhogen van de meldingsbereidheid. Nou, heeft jouw organisatie bijvoorbeeld wel een intern meldpunt? Is het duidelijk hoe je daar terecht kan, hoe je moet melden? Is het laagdrempelig? Worden de meldingen serieus genomen? Worden de melders eigenlijk op de hoogte gehouden van dit gebeurt er met je melding? Veel respondenten wisten eigenlijk niet of er een meldpunt was of hoe ze dat konden doen. En als laatste aanbeveling eigenlijk de oproep tot nog meer onderzoek, vervolgonderzoek. We zijn heel blij dat VAROS ook onderzoek op zich heeft genomen. Ik herinner me dat IDEM/RADAR ook onlangs een onderzoek heeft gepubliceerd. En dan hebben we het over die niveaus van kijk naar discriminatie bij zorggebruikers onderling, bij zorgverleners onderling, bij zorgverleners naar zorggebruikers, zorggebruikers naar zorgverleners. Maar ook op het institutionele niveau. Hoe zit het nu eigenlijk op het organisatielevel? Hoe zit het in de regelgeving, in de wetgeving? Hoe ziet de procedure van mensen aannemen eruit? Hoe ziet het eigenlijk uit op de opleiding? Hoe zitten die boeken, plaatjes? Hoe nemen de opleidingen ook mensen aan? Want als bij de opleiding, laten we zeggen, 10% van kleur is of met migratieachtergrond, wat zal dan het resultaat zijn in het echte werkveld? Om het eventjes oppervlakkig te benoemen. En dan ben ik eigenlijk aan het einde van de presentatie. Wat ik nog wil meegeven is dat de presentatie ook wordt rondgestuurd. En hierin kan je eigenlijk zelf als naslagwerk nog naar verdere toelichtingen en onderbouwingen lezen die ik heb geplaatst bij de aanbevelingen. Petra, misschien kan je voor het beeld nog even langs deze slides, dat mensen kunnen zien van wat bedoelt die nou. Nou hier, we gaan in op deze PAP, inleving en empathie. En dan komt er nog eentje. Nou, waar moet je op letten? En dat heb ik dan bij elke aanbeveling gedaan. Dus als je de presentatie later ontvangt, kijk je naar. En ik hoop dat je hier nog veel van leert en de publicatie uiteindelijk ook gaat bekijken. Dank voor jullie aandacht. Dankjewel, Joey en ook Judith, voor jullie heldere presentatie. We gaan nu het laatste deel in van ons webinar en dat bestaat uit twee delen. In eerste instantie ga ik de onderzoekers erbij vragen en ook de ervaringsdeskundigen. En dan ga ik vragen naar de oplossingsrichtingen die zij zien. Amma Asante, Joey, Judith, Santusha en Gilberto, kom erbij. En na dit deel gaan wij ook met deze groep in gesprek vanuit vragen die er in de chat leven. Dus als jullie nu vragen hebben, dan kunnen jullie alvast in de chat intikken. En dan krijg ik ze zo voor me en dan ga ik die vragen aan de onderzoekers en ervaringsdeskundigen vragen. We hebben heel veel gehoord van Judith, ook van de Nationaal Coördinator, van de ervaringsdeskundigen en van Joey. Er borrelen allerlei aanbevelingen en oplossingen op. En Amma, ik wil bij jou beginnen. Ik wil je eerst vragen om je voor te stellen en daarna te vragen, wat zie jij nou als belangrijke oplossing voor dit probleem?
Dankjewel, Roshni. Goedemiddag allemaal. Mijn naam is Anna Asante. Ik ben collega van Jody. Ik ben werkzaam bij Movisi, waar ik mij bezighoud met vraagstukken op het gebied van sociale veiligheid en institutioneel racisme. En daar doe ik onderzoek naar of ik leid projecten daarin. En Alma, als jij dit allemaal hebt gehoord en ook betrokken bent geweest bij het onderzoek, wat zie jij als belangrijke oplossing die we bijvoorbeeld ook aan het ministerie kunnen meegeven of aan Darbin? Ja, misschien een kleine correctie. Ik ben zelf niet direct betrokken geweest bij dit onderzoek. Dat is echt Joey geweest en Hennen. Ik ben op het einde heb ik wat werkzaamheden overgenomen, want toen was het onderzoek eigenlijk al klaar. Maar dat maakt niet uit. Er zijn ontzettend veel gelijkenissen tussen discriminatie in allerlei sectoren waar ik wel kennis en expertise over heb. En wat we weten op basis van eerder onderzoek, wat werkt in de aanpak van discriminatie, dat is door Joey eigenlijk ook al genoemd, dat is empathie en de nabijheid van personen die binnen een organisatie of binnen een instelling slachtoffer zijn van discriminatie. En hoe komt dat nou? Dat komt omdat we als mensen eigenlijk op twee manieren beïnvloed worden in hoe wij denken over mensen uit andere groepen anders dan ons eigen. En hoe we ons ook naar hen toe verhouden als het gaat om emoties of hoe wij praten over hen. Eigenlijk kort samengevat gaat het om, enerzijds gaat het om affecties en gevoelens die voortkomen uit bias en vooroordelen. En anderzijds gaat het om stereotypes. En het verschil tussen een vooroordeel of een gevoel en een bias en een stereotype kan ik misschien met een goed voorbeeld duidelijk maken, is je kan je onveilig of onprettig voelen wanneer je in de aanwezigheid bent van iemand die deel uitmaakt van een andere culturele groep dan jij. Dus dat je je onveilig voelt, dat je het onprettig voelt. Maar wat is nou een stereotype? Een stereotype is bijvoorbeeld als je denkt dat alle Amsterdammers op een bakfiets rijden. Dat is een voorbeeld van een stereotype. En daar hebben we als mensen allemaal last van. Als je discriminatie dus wilt tegengaan, is het heel goed om je bewust te zijn van je eigen vooroordelen en je stereotype denken. Dus het begint bij bewustzijn. Wat we niet moeten doen is denken dat we geen vooroordelen hebben en dat discriminatie niet bestaat. Het bestaat, we hebben er allemaal last van en we doen het allemaal. Dus het scheppen van bewustzijn is ontzettend belangrijk en dat krijg je door onderzoek te doen, zowel kwantitatief als kwalitatief, gevolgd door het gesprek daarover. Vervolgens wat je kan doen is bij jezelf, maar ook binnen de organisatie, jezelf van allerlei instrumenten voorzien om die vooroordelen te beteugelen. Die moeten namelijk echt beteugeld worden. En dat moet je willen ook. Als je het niet wil, heeft dat geen zin. Dus we weten wat werkt en wat niet werkt. Wat niet werkt is alle medewerkers binnen een organisatie op een cursus of een training sturen. Dat kan het zelfs verergeren. Het kan de vooroordelen die je hebt of de stereotype gedachten die je hebt, kan het versterken. Dus de intrinsieke motivatie om met je eigen vooroordelen en bias aan de slag te gaan is ontzettend belangrijk. Wat ook heel erg werkt is normstelling. Wij mensen zijn sociale wezens en we vinden het heel belangrijk wat andere mensen vinden en denken en doen en wat andere mensen vinden van ons. Dus het zou zomaar goed kunnen zijn dat binnen een organisatie iemand werkzaam is met bijvoorbeeld racistische ideeën over bepaalde mensen. Maar als binnen de organisatie de norm is, we discrimineren niet, dan wordt diegene dus in zijn en haar handelen eigenlijk beteugeld. Dus normstelling binnen een organisatie is van belang. En met normstelling bedoel ik
dat er een hele duidelijke proactieve aanwezigheid is van inclusie, van antidiscriminatie. Dat het helder wordt uitgedragen door gezaghebbende personen binnen een organisatie. Bij ons wordt niet gediscrimineerd en bij ons is inclusie de norm. Dat is ontzettend belangrijk, want daar gaan mensen gaan zich daarnaar gedragen. Wat ook heel belangrijk is, is dat je het niet vrijblijvend maakt. Dus dat als je als organisatie wil dat non-discriminatie ook echt de norm is, dan moet je het ook onderdeel uit laten maken van je cultuur en je beleid. Dat houdt bijvoorbeeld in dat als je iemand aanneemt, dat je in je HR-beleid het als een vereiste stelt dat medewerkers deelnemen aan een cursus of een training die te maken hebben met bias. En dat je daar ook voorwaarden aan verbindt. Dus dat het een voorwaarde is om bijvoorbeeld door te groeien. Dus het vrijblijvend praten over alleen werkt niet effectief genoeg. Je moet daar ook echt belonen en eigenlijk ook sanctioneringsstelsel aan verbinden. Ten derde, ik kan heel veel meer vertellen, maar wat ook heel goed werkt, maar dat is met name als discriminatie geïnstitutionaliseerd is, dat er ook door een instituut verantwoording wordt afgelegd. Dus als een instituut van tevoren weet, nou, ik moet om de 2 jaar bij een autoriteit waar ook de groepen die slachtoffer zijn van uitsluiting deel van uitmaken. Als een organisatie zich daarvan bewust is en dat weet, dan kan dat een preventieve werking hebben. Want dan gaat die organisatie namelijk zijn of haar best doen. Hetzelfde werkt eigenlijk als met toetsen op school. Je weet gewoon op een gegeven moment, ik moet gaan leren, want ik krijg een toets. En die toets bepaalt of ik overga of niet. Dus als het goed is, gaan de meeste mensen dan gewoon leren. Omdat ze voldoende willen halen of omdat ze over willen gaan. Nou, op dezelfde manier kan het afleggen van verantwoording ook preventief werken. En dan hou ik mijn mond. Dankjewel Amma voor deze wijze lessen. Ik wil deze vraag ook stellen aan Judith. Judith, wat zou jouw belangrijkste aanbeveling zijn? Een oplossing? Ik wil eerst zeggen ja en amen eigenlijk wat Amma zegt. Veel van jouw oplossingsrichtingen gaan eigenlijk over dat niveau, over dat plaatje wat ik net liet zien tussen zorgverleners, zorggebruikers en in de zorginstellingen zelf. Wat ik denk ik zou willen toevoegen is dat we ook veel meer naar het systeem zouden kunnen kijken. Niet meer naar standaarden, meer naar protocollen, richtlijnen. Die zijn ook veel meer gericht op witte patiënten, witte cliënten staan daarin centraal. En ik denk dat we daarin ook nog een hele wereld te winnen hebben. Om een voorlicht uit te lichten uit ons eigen onderzoek. Roshni, we hebben iemand gesproken en die ging niet meer naar de zorg toe. Omdat op haar een van haar dossiers stond het woordje negroïde ras. Er wordt nog steeds in opleidingen ook aangeleerd aan zorgverleners dat je daarvoor voor bepaalde medicatie, maar ook om diagnostiek bij patiënten boven water te krijgen, wordt daar nog steeds voor gecorrigeerd. Dat er dan een reden zijn voor een patiënt of cliënt om de zorg niet meer op te zoeken. Dat het vertrouwen wordt verloren en iemand gaat dan niet meer naar de zorg. Dan kun je nog die zorgverlener trainen op zijn of haar eigen vooroordelen. Maar als je dat van bovenhand niet aanpakt, In die standaarden, dan kan het nog steeds een reden zijn voor iemand om die zorg niet op te zoeken. Maar denk bijvoorbeeld ook aan medische hulpmiddelen die niet goed genoeg zijn getest op mensen met een niet-witte huidskleur. Judith, je hebt eerder gesproken over de saturatiemeter. Kun je daar nog iets over vertellen? Ja, dat is inderdaad een meter die gebruikt wordt om zuurstof bij mensen te meten. En dat is eigenlijk vooral dat onderzoek daarnaar is vooral gedaan op witte patiënten. Dus zo'n simpel metertje wat eigenlijk heel veel zorgverleners gebruiken, dat werkt eigenlijk niet goed genoeg bij mensen met een niet-witte huidskleur. Dat is eigenlijk één simpel voorbeeld dat laat zien dat je die norm kunt stellen in een zorgorganisatie. Dat je die zorgverleners bewust kunt maken van hun eigen vooroordelen. Maar door het gebruik van zo'n medisch hulpmiddel je toch die gezondheidsverschillen in de hand werkt.
Ja, dankjewel Judith. Dan wil ik ook Santusha het woord geven. Ja, dat ben ik te horen. Ja. Ja. Okay. Ja. Wat zou jij als oplossing aan ons mee willen geven? Dat kan ook iets heel concreets zijn, of praktisch. Nou, wat voor mij had geholpen destijds, en eigenlijk nog steeds, is als er een vertrouwenspersoon van kleur aanwezig was in het ziekenhuis of andere zorginstellingen, waar ik dus mijn klachten kon voorleggen of mijn ervaringen kon bespreken. Want je hebt in zorginstanties en zorginstellingen en ziekenhuizen heb je wel een klachten- en ideeënbus. Maar je weet eigenlijk als patiënt nooit wat daarmee gebeurt. Het kan ook zijn dat je klacht dan bijvoorbeeld naar de desbetreffende arts toe gaat. En daarvan moet je dan ook nog eens zorg krijgen. Dus ik zou dan denken dat ik dan toch... het liefst zou ik dan wel gewoon een vertrouwenspersoon van kleur hebben gehad. Ja, en ook heb je nog ideeën over de meldingsprocedure? Was jij bereid om te melden, jouw ervaring? Ik heb dat eenmaal gehad, maar feedback heb gegeven. En ik weet eigenlijk ook niet wat ermee is gebeurd, als ik eerlijk ben. En dus ik denk ook niet dat ik het nog een tweede keer ga doen. Ja, dus dat is ook heel erg belangrijk dat de meldingen en de procedure betrouwbaar is en dat er een goede follow-up is, hoor ik uit jouw verhaal. Ik weet ook niet wat ermee gebeurt. Ja, dankjewel Santusha. Filberto, wat zijn jouw gedachten? Yes, ik sluit me aan bij veel wat mijn voorgangers hebben gezegd inderdaad. Ik denk zelf dat de eerste stap is inderdaad zelf verantwoordelijkheid nemen van wat er gebeurt en bewust zijn van wat er om je heen gebeurt. En don't shove it under the rug ofzo, of doen alsof er niks aan de hand is. En ik denk dat ik probeer het zoveel mogelijk gewoon bespreekbaar te maken in mijn team, zodat mensen zich niet ervoor hoeven te schamen of dat ze niet ongezien worden. En ik geef ze ook aan, probeer het gewoon zoveel mogelijk te melden. Want als niemand het meldt of geen incidenten teruggeeft aan de organisatie, heb je het niet even zwart op wit staan of kan ik het niet naar degene die waarmee ik samenwerk presenteren? Dat is voor mij het belangrijkste. Ja. Heel herkenbaar ook wat je zegt, want Judith en ik spraken ook een specialist in het ziekenhuis en die gaf dat ook aan en die gaf ook aan van ik wil zo graag leren vanuit die meldingen. Dus dat lerend vermogen van zorgpersoneel als het gaat om de discriminatie van patiënten wordt ook gestimuleerd door casussen. Ik zag ook heel vaak in de chat, het moet ook wel echt meer aandacht tijdens de opleiding gegeven worden. Want tijdens mijn opleiding als wijkverpleegkundige is er nul aandacht aan besteed. Dus ik denk dat dat ook wel een goed iets is. Roshni, mag ik een aanvulling doen op het melden? Tuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja. Als onderzoeker ben ik natuurlijk uitermate geïnteresseerd in gegevens en in data. Dus hoe meer data, hoeveel meldingen, hoe beter, want dat helpt om een probleem zichtbaarder te maken voor anderen. Maar ik wil hem ook even van de andere kant bekijken. We zien namelijk dat er sprake is van discriminatie, maar dat daartegenover weinig meldingen wordt gedaan. En we zoeken ons suf naar een manier om de meldingen zichtbaar te krijgen. Een van de redenen waarom we zo weinig meldingen zien in relatie tot de incidenties is de emotionele arbeid die het vraagt van mensen die de dupe zijn van discriminatie. Je wordt ermee wakker, je gaat ermee naar bed. En zeker als het gaat om gezondheidszorg. Mensen verkeren vaak dan in een kwetsbare positie en hebben al hun energie eigenlijk nodig om ervoor te zorgen dat ze de zorg krijgen die ze nodig hebben. Dus het doen van meldingen, we moeten ons ervan bewust zijn dat het een extra emotionele arbeid vraagt van mensen. Dus als je de meldingen omhoog wil krijgen, wees je daarvan bewust en faciliteer het. En wat vooral belangrijk is, zorg voor veiligheid. Want je stem
verheffen over discriminatie in een samenleving wat grotendeels wit is en wit denkt en wit praat en zich wit gedraagt, kan tot gevolg hebben dat mensen zich niet veilig voelen om hun stem te verheffen. Je loopt namelijk een risico dat het niet erkend wordt, herkend wordt, dat je wordt weggezet, uitgelachen, gepest. Nou, noem maar op, er zijn ook allerlei onderzoeken over. Bijvoorbeeld online, als het gaat om haatreacties. Dus mensen lopen risico en kiezen dus eieren voor hun geld en gebruiken hun energie voor datgene wat ze direct nodig hebben, dat is zorg. Mag ik er even op reageren? Is dat mogelijk dat wij als deelnemers ook even reageren? Ik wil nog heel even dit rondje afmaken. Okay. En u kunt uw vraag stellen in de chat. En dan krijg ik de vraag door. En dan ga ik ze zo aan onze onderzoekers stellen. Dat is geen vraag. Maar goed, het is een... Opmerkingen mogen ook in de chat, alsjeblieft. Okido. Dankjewel. Dan wil ik tenslotte Joey nog even horen voor de wrap-up van de oplossingen. Wat gaat jou het meest aan het hart, Joey, als het over dit onderwerp gaat? Ik wilde nog even kort reageren, ook op een stukje melden. Meer vanuit het onderzoek wat er vorig jaar is gedaan door PGGM en VWS. Die hebben een kwantitatief onderzoek gedaan onder 10.000 of 100.000, ik weet het nu even niet meer precies, zorgmedewerkers. En daaruit bleek, het was trouwens onderzoek naar agressie op de werkvloer, waaronder ook discriminatie. En daaruit bleek dat 1 op de 5 zorgmedewerkers een melding heeft gedaan. En even voor jullie beeld, die frequentie is even hoog als het aantal meldingen dat is gedaan op seksuele intimidatie. En je kan je voorstellen, op seksuele intimidatie zijn veel meer interventies en actieve campagnes gaande. Naar mijn idee, dus eventjes mijn gevoel. Dat gevoel heb ik nog helemaal niet bij discriminatie in de zorg. Dus dat over het aantal meldingen. Waar ik het heel erg mee eens ben met de oplossingsrichting is eigenlijk die... aanpassing, omgooiing van het systeem. Dus kijk naar de opleiding, kijk naar beleid, protocol. En ik denk alleen dat dat nu voor iedereen die hier aanwezig is, dat daar zal nog iets voor gestart moeten worden. Er zal nog onderzoek voor gedaan moeten worden. Dat zal nog een tijdje duren. Dus mijn oplossingsrichting zou eigenlijk zijn iets waar we direct mee aan de slag kunnen gaan. En dat is eigenlijk wat ik eerder al benoemde. Dat stukje ingrijpen, de omstandertraining. Want doordat je ingrijpt, hè, als er discriminatie plaatsvindt, kan de patiënt, cliënt of zorgverlener, even wie het is, kan diegene leren wat die eigenlijk heeft gedaan. En mogelijk leidt dat ingrijpen tot een schuldgevoel bij die persoon, waardoor diegene motivatie gaat krijgen om zulk gedrag te voorkomen in de toekomst. En zelfs als dat schuldgevoel niet ontstaat, zet je alsnog een sociale norm neer, wat Amma net heeft benoemd. En door die sociale norm zullen degenen die discrimineren hopelijk ook in de toekomst juist minder dat gedrag gaan laten zien. En het veilige, denk ik, aan het inzetten van een omstandertraining of ingrijpen is dat je het nog niet hoeft te kaderen als discriminatie om iedereen mee te krijgen. Want uiteindelijk willen we eigenlijk die alliances vormen met de witte zorgmedewerkers of in ieder geval... de witte vrienden. En door het niet per se als discriminatie benoemen, kunnen mensen het als het ware, misschien is het manipulatie, ik weet het niet, maar dan wil iedereen meedoen en dan ga je eigenlijk leren om in te grijpen bij situaties die niet kunnen. En dat kan dan discriminatie zijn, maar dat kan ook seksuele intimidatie zijn, dat kan pesten zijn. En als iedereen daar soort van hetzelfde over denkt, kunnen we al een eerste stap zelf zetten. Ja, dankjewel Joey. Ja, daar zijn wij ook heel erg voor. Hè? We willen niet met het vingertje wijzen naar de zorg, maar we willen ze echt bewust maken van hun impliciete bias en van de privileges die mensen kunnen hebben om die zorg te verbeteren. Ik ga nu over naar de vragen. Er zijn een aantal vragen binnengekomen. Een aantal vragen kunnen we misschien ook later nog via de chat beantwoorden. Judith, ik wil deze vraag aan jou stellen. Die is van Sharifa Simouri. En zij heeft een vraag over diversiteit. Er zijn al veel diversiteit- en inclusieprotocollen. Maar de signalen die ik krijg, en ook uit eigen ervaring, zegt ze, is dat het gedrag en de ervaring vaak wordt gebagatelliseerd. Hoe zouden we hiermee om kunnen gaan?
met het bagatelliseren, zeg maar? Ja, hoe ga je daarmee om? Ik denk dat het heel belangrijk is om je in die zin bewust te zijn van je eigen, dat je mensen bewust maakt van hun eigen privileges en van hun eigen vooroordelen. En dat jij, bijvoorbeeld ik als witte vrouw, nooit zou weten hoe het voelt om als vrouw van kleur anders behandeld te worden. Dus ik denk als je op dat stukje inzet in bijvoorbeeld een bewustwordingstraining of bijvoorbeeld in een in gesprekken daarover. Ik denk dat je daar de nadruk op moet leggen. In het tegengaan van die bagatelliseren. Ja, dankjewel Judith. En dan heb ik een vraag van Anne-Sophie. Die wil ik aan Amma stellen. Jij weet veel ook over institutioneel racisme. En zij vraagt, is er bij een van jullie bekend of er onderzoek gedaan is naar institutioneel racisme in de GGZ? Ik ga mijn microfoon aanzetten. Ik ben me niet bewust van onderzoek naar institutioneel racisme binnen GGZ. Ik ben me überhaupt niet bewust van enig onderzoek naar institutioneel racisme in de Nederlandse context. Wel over discriminatie, maar als het gaat om de institutionele vormen van een vorm van discriminatie, en dat is racisme, dan staat dit eigenlijk nog heel erg in de kinderschoenen, waarbij we nu vooral kennis aan het delen zijn en bewustzijn aan het creëren. En er zijn wel een aantal organisaties die nu neigen naar onderzoek, omdat ze naar aanleiding van de kinderopvangtoeslagschandaal niet de volgende willen zijn. Of juist vermoeden dat zij misschien wel de volgende zouden kunnen zijn. Dus in die ontwikkelingen zitten we nu op dit moment. Dankjewel, Amma. Dan Joey, een vraag voor jou. Zij geeft aan, en dat is Annika, dat het, ik moet het heel even lezen hoor, bedankt voor de studie. En zij doet een studie geneeskunde en het lijkt me goed om discriminatie in de opleiding te behandelen. Hebben jullie ideeën over hoe dit goed vormgegeven zou kunnen worden? In de opleiding. We hebben er natuurlijk al wel wat over gehoord. Ja, ik denk allereerst zou ik op zoek gaan naar een, wat ik de laatste tijd meer hoor, is dat er verschillende scholen beschikken over een diversity officer of iets in die trant. En met die persoon eigenlijk samen zitten en misschien een soort team vormen om draagvlak te creëren hiervoor. Want hè, dit ga je niet zelf kunnen oppakken. Dat is een veel grotere opdracht. En ja, dan eigenlijk uitstippelen op welke niveaus inclusie en waar het eigenlijk ontbreekt aan inclusie en diversiteit. En dan kan je eigenlijk concreet kijken naar de samenstelling van je personeel, even om het zo te noemen, de samenstelling van je studenten. Je moet eigenlijk de boeken en andere leermateriaal wat er is, eigenlijk heel scherp op zijn van waar zit nog steeds die witte norm, de bias in, wat aangepast zou moeten worden. Dus dat is eigenlijk een hele grote opdracht voor het hele curriculum. Verder, als je werkt met poppen of andere plaatjes, afbeeldingen, kan je al heel scherp zijn op hoe inclusief zijn deze plaatjes, zijn deze poppen. Als je het hebt over voorbeelden die worden aangehaald tijdens colleges, filmpjes, dat soort dingen. Ga dan ook naar van in hoeverre zijn deze filmpjes inclusief. Als ik nu even heel snel koppel naar deze sociale wetenschappen opleiding. Maar als ik even daaraan terugdenk, dan zag ik altijd filmpjes met toch wel witte mensen. Op dit soort dingetjes kan je letten. Maar het is wel een hele grote opdracht om dat om te gooien. En dat valt ook onder eigenlijk de oplossingsrichting die wij gaven over het aanpassen en eigenlijk ook wel omgooien van het systeem. Ja. Ik heb daar niet 1, 2, 3 de hand van. En als ik daarop mag aanhaken, ik denk dat we ook vaak denken in bijvoorbeeld geneeskundeopleidingen dat we heel divers zijn. Dus dat het om een casuïstiek gaat.
een vrouw met een migratieachtergrond met een hoofddoek die het moeilijk vindt om over anticonceptie te praten, dan denken we, nou, we zijn heel divers, we behandelen dit in een geneeskundeopleiding, maar daarmee bevestig je vaak juist het stereotype beeld dat al heerst over een bepaalde bevolkingsgroep. Dus het is ook heel... Ik denk dat als ik een suggestie zou moeten mogen geven voor bijvoorbeeld de geneeskundige opleiding, dat het vooral ook gaat over het tegengaan van die stereotype beelden. En dat je daar studenten bewust van maakt en dat je daar ook juist op inzet. Dank je wel beiden voor jullie antwoord. Judith, er is nog een hele specifieke vraag gekomen over ons onderzoek. Hebben wij ook migranten ouderen betrokken of mantelzorgers van migranten ouderen? Omdat migranten ouderen zelf niet zo snel misschien met zo'n onderzoek zouden meedoen. Deze vraag komt van Fatos. En zij vraagt ook welke achtergronden hebben wij allemaal bekeken en gesproken. Ja, we hebben inderdaad één zorggebruiker gesproken die over een van haar ouders vooral iets heeft verteld. Maar in andere gesprekken kwam het ook vanuit die opeenstapeling van wat iemand heeft meegemaakt binnen de zorg ook naar voren. Dus we hebben inderdaad ook mantelzorgers gesproken. En de tweede vraag was... Welke achtergronden wij hebben geïncludeerd? Ja, eigenlijk begonnen we met de werving met de klassieke bevolkingsgroepen, de vier klassieke bevolkingsgroepen, maar uiteindelijk kwamen er veel meer mensen binnen die ook graag mee wilden doen. Dus we hebben dat losgelaten en uiteindelijk 5 of 6 verschillende achtergronden, mensen met een verschillende achtergrond gesproken. Ja, wat ik me ook nog kon herinneren vanuit die mantelzorger was haar terughoudendheid om met het onderzoek in eerste instantie mee te doen, omdat zij ook wel bang was om haar ervaringen te delen en of dat niet consequenties zou hebben voor de behandeling en de zorg van haar moeder. Dus daarin zag je ook al de struggle die iemand had om überhaupt mee te doen met ons onderzoek. Ik denk dat ik door mijn vragen ben. Sowieso, er was ook een vraag over het verspreiden van de filmpjes. Dat gaan we nog meer doen. Ook de publicaties gaan we verspreiden. Ik ga nog één keer checken. Ik denk dat we heel veel hebben gehoord. Wij zijn als onderzoekers en natuurlijk ook de ervaringsdeskundigen al veel met dit thema bezig. En laat het even binnenkomen. Mocht je nog vragen hebben, dan kun je ons allemaal bereiken. Zelfs de Nationaal Coördinator heeft een oproep gedaan om met ideeën te komen. Faros en KIS zullen dat sowieso ook doen. En zijn in gesprek sowieso met VWS en met de Nationaal Coördinator om veel meer aandacht en urgentie voor ook het zorgdomein te krijgen als het gaat om discriminatie en sociale uitsluiting. Dan rest mij om alle onderzoekers en speciaal te danken, ook richting die ervaringsdeskundigen, die weer hun verhaal hebben gedaan en met ons hebben gedeeld. Als je nog vragen hebt, kun je ons bereiken. En hier zie je ook de contactgegevens van onze organisaties. Hartelijk dank en graag tot ziens.